Goedemorgen, het is dinsdagochtend, tijd voor het ontbijtje en natuurlijk ontbijtnieuws. Ik heb zoveel spierpijn, jongens, en ik weet het, ik moet niet zeuren, want het is mijn eigen schuld. Ik heb het zelf gedaan, maar af en toe zeuren gewoon lekker. En dat kan ik nu tegen jullie doen, dus ik heb zoveel spierpijn. Ik ga je mijn ontbijtje laten zien. Ik heb havermoutpap gemaakt met appel erin en er zit ook een beetje kaneel in en een beetje eiwitpoeder. Verder een kopje gemberthee en mijn multivitaminepil heb ik al op. Ja, en dan lig je dus in één keer weer in bed. Mijn darmen die spelen echt gigantisch op. Andere mensen met prikkelbare darmsyndroom die kennen het misschien wel. In één keer heb je gewoon zoveel buikpijn. Ik wilde dit eigenlijk niet vloggen, moet ik jullie eerlijk bekennen. Maar goed, dit hoort er ook bij. Dus het leek me ook wel eens leuk, of leuk. Het leek me ook wel eens interessant om dit ook te laten zien. Ik zit er dan wel altijd mee van ja, ik heb nu buikpijn. Maar andere mensen met PDS die zullen wel weten van het kan best over een uur alweer over zijn. Dat ik dan me weer helemaal goed voel. Dus ik vind het altijd zo moeilijk van ja, wat ga je dan doen? Weet je, ik moet bijvoorbeeld vanavond lesgeven. Ja, zoals ik nu ben kan ik geen lesgeven. Maar misschien gaat het over een uur wel weer veel beter. Dus wat doe je dan? Ga je al vervanging regelen voor vanavond? Of kijk je het aan en riskeer je dat er dan niemand is? Ik vind dat altijd heel erg lastig. Maar goed, dat zijn mijn struggles op dit moment. Ik blijf nog even lekker liggen totdat mijn buik iets beter is en dat ik weer wat kan gaan doen. Het is ongeveer 2 uur later nu en ik voel me een stuk beter gelukkig. Dus ik ben mijn make-up aan het doen en ik ga zo even mijn haar doen. En dan hoop ik nog even mijn werk te kunnen inhalen. Ik heb er echt altijd een hekel aan om het gevoel te hebben dat je achterloopt zoals ik nu heb. Maar goed, het was even niet anders. Ik kon gewoon echt even niet functioneren. Maar gelukkig gaat het nu een stuk beter. En ik ben heel blij dat ik niet alvast iedereen heb afgebeld. Is mijn outfit geworden. Heel basic. Ik had geen zin om heel veel aandacht eraan te besteden. Dus ik heb gewoon een zwarte broek met zo'n glansje uit de kast getrokken. Een basic witte trui en mijn cognac riempje. En mijn nieuwe schoentjes van Sasha dus. Verder heb ik een kettingje om. Die choker die ik bij Sasha bestelde. Mijn horloge is van Michael Kors. Die heb ik al eerder laten zien. En mijn armband gewoon van de juwelier. En ik heb hier een ring. Nee, ik heb mijn ring nog niet om. Ik ga mijn ring zo meteen omdoen. En ik heb dit armbandje. Stel scherp. Dit armbandje een tijdje terug van Rashida gekregen. En die is heel tof en vooral de betekenis erachter. In de witte zit zout of water uit de Dode Zee. En in de zwarte zit aarde van de Mount Everest. En het is dus het hoogste en het laagste punt van de aarde. En de witte herinnert je je aan als je je down voelt. Als je een dieptepunt hebt bereikt. Dat je hoop moet houden. En de zwarte die herinnert je aan dat je je hoogtepunten moet waarderen. Maar wel bescheiden moet blijven. Dus daar ben ik ontzettend blij mee. Maar goed, dit is dus de totale outfit. Ik ga nu snel boodschappen doen. Want ik wil vanavond een recept maken en die voor jullie opnemen. Dus let's go to de supermarkt. Toch besloten om eerst maar even wat te eten. Even een hele kleine lunch om mijn darmen weer rustig een beetje op gang te brengen. Een cracker met pindakaas, een cracker met roastbeef, of nee, met rookvlees en huttekezen. En een cracker met een klein plakje 30 plus kaas. Verder ga ik een hele hoop water drinken om mijn darmen weer even tot rust te komen. Hier zit dus gewoon water in. Gedaan. Dus nu even de goede huisvrouw uithangen. Ik ga stofzuigen, afwassen en nou ja, gewoon schoonmaken. Zo
gekookt deze rijst met kip en groenten. Het recept zie je zaterdag of zondag op optimavita.nl. Dit is weer een prachtige setup die ik heb gemaakt voor de foto. Maar deze gaat gewoon weer in mijn bakje, want ik eet hem op sportrate. Ik ben de hele middag aan het werk op mijn kantoortje. Ik heb mijn laptop nu voor je staan, zoals zie je al in het licht. Ik word echt helemaal gek van het licht dat altijd weer spiegelt in mijn bril. Maar goed, dat is heel wat anders. Ik heb een aantal cliënten gezien. Ik heb gewerkt aan artikelen die binnenkort online komen. En nu ben ik een Zumba tracklist aan het maken. Ik zal jullie even laten zien. Kijk, ik heb altijd een hele lijst aan nummers. Het zijn er echt een stuk of 100 of zo. Kijk. Al zijn het er 121 zelfs. En daar kies ik er dan een aantal van uit. En die zet ik achter elkaar. En dat wordt de Zumba tracklist. Bodypump heb ik ook altijd gewoon al klaarstaan. Want dan doe ik een aantal dezelfde. En als die tracklist dan klaar is, dan zet ik hem op mijn telefoon en op een oude iPhone. En dan speel ik hem af in de zaal. Maar ik ga dus zo omkleden en lesgeven. En dit is mijn sportlook van vandaag. Iets anders dan jullie van me gewend zijn. Hij is een klein beetje, of eigenlijk een stuk wijder. En dat komt omdat mijn buik nog steeds een beetje raar doet. En meestal zwelt hij dan heel erg op tijdens het sporten. Dus vind ik het lekker om wat wijdere kleren aan te hebben. Dat drukt niet op mijn buik en dat zit gewoon fijner. Ik heb mijn schoenen zijn van Nike. Die kocht ik in Batavia stad een tijdje terug. Deze is ook van Nike. Oh, echt volledig Nike trouwens. Het shirtje is ook van Nike. En zelfs de sport-BH is Nike. En zelfs mijn zweetbandje. Nou, helemaal matchy-matchy. Ik hoop dat het lesgeven goed gaat vandaag. Maar dat zien we allemaal wel. Ik kan altijd wat rustiger aandoen. Dat vinden mensen niet zo heel erg. Dus we gaan er gewoon voor. Ik leef nog hoor, jongens. Het ging eigenlijk best wel goed. Ik heb met bodypump gewoon ietsje minder gewicht gedaan. Nu wel helemaal kapot. Dus lekker op de bank. Ik heb mijn fluff al op. En we zijn, daar gaan we weer aan het kijken. Ik ga zo slapen, dus wel rusten. En ik zie je morgen weer. Goedemorgen, het is woensdagochtend en Sven ligt nog te slapen. Het is vlak over 7. Ik heb ontbijtje gemaakt. Ik ga ontbijten, want ik heb al vroeg een cliënt. Dus dan ga ik richting de sportschool. Ik heb kwark met banaan en pompoenpitten. Die heb ik even geroosterd in een droog pannetje. En wat kokosflakes. Zo, het is hoog tijd voor de update. Het is inmiddels 10:55 ochtends. En ik heb cliënten gezien en ik heb net een afspraak gehad samen met Sven, met de boekhouder. Want hij heeft ook een eigen bedrijf gestart en is op zoek naar een boekhouder. Dus daar hebben we net even een afspraak mee gehad. En nu heb ik nog een cliënt. Ik ben met artikelen bezig. En ik wilde even een aantal vragen van jullie beantwoorden. Ik ga dan altijd gewoon naar mijn laatste vlog. Dus in dit geval deel 6. En daar kies ik de vragen uit. Dus als ik jouw vraag nog niet heb beantwoord, stel hem dan even onder deze vlog weer. Want daar kijk ik dus om vragen te beantwoorden. Ik heb hier even Inge die vraagt, ik vraag me af welke oefeningen je kunt doen als je zwanger bent. Nou, in principe buikspieroefeningen zou ik niet meer aanraden vanaf dat je 3 maanden zwanger bent. En voor de rest kun je eigenlijk gewoon doen wat je altijd al deed. En let heel goed op wat goed voelt. Kijk, hardlopen zal op een gegeven moment gewoon niet meer goed voelen. Maar totdat jij het gevoel hebt van nou, weet je, ik loop lekker. Het voelt gewoon natuurlijk. Dan kun je gewoon eigenlijk alles doen. Ik zou wel aanraden om niks te starten wat je lichaam nog niet gewend was. Dus ga geen bootcamp doen als je zwanger bent, als je nog nooit bootcamp hebt gedaan. Kijk, als je het altijd al deed, dan kun je het prima doen. Verder heeft Martine vraagt, hoeveel eieren zou jij als diëtist gemiddeld per week aanraden? Aan cliënten die wat willen afvallen. Meningen zijn hier zo over verdeeld. Nou ja, eieren werden afgeraden omdat ze cholesterol bevatten. En cholesterol in ei zou je eigen cholesterol verhogen. Maar inmiddels zeggen ze weer van nou, je mag best iedere dag een ei nemen. Want waarschijnlijk wordt het cholesterol niet eens opgenomen in je lichaam omdat het een te groot molecuul is. Dus in mijn advies is ook altijd van neem gerust iedere dag een ei. En ik vertaal dat meestal naar maximaal 7 eieren in de week. Dus als je er een keertje 3 op een dag neemt en vervolgens weer 2 dagen niks, dan is dat ook helemaal prima. Rebecca die vraagt, ze eet heel graag kaas, maar is kaas eigenlijk wel zo gezond? Nou, in principe, kaas bevat heel veel goede voedingsstoffen, zoals calcium, vitamine B2. Dus wat dat betreft is het best gezond, maar het bevat helaas ook nog best wel veel vet.
En ook 30 plus kaas is nog veel vetter dan bijvoorbeeld magere vleeswaren. Dus wat ik mijn cliënten altijd aanraad is doe maximaal 1 beleg zeg maar met kaas. Dus zeg maar 3 kaasschaafplakjes of 1 zo'n voorgesneden plak per dag. En kies voor de andere dingen ander beleg. En dan raad ik meestal aan van neem dan gewoon de kaas die je het allerlekkerst vindt. Dus neem liever 48 plus kaas als je dat heel erg lekker vindt. Dan dat je 30 plus kaas gaat eten die je eigenlijk helemaal niet lekker vindt. Ik hoop dat daarmee je vragen een beetje beantwoord is. Goed, ik ga nu weer verder aan de slag. Ik ga even een smartbar eten als tussendoortje. Want ik heb om 7 uur dus ontbeten en daarna niks meer gegeten. Straks, of nu eigenlijk zijn mijn ouders al in Groningen. Maar die zijn nu lekker zelf bezig. Dus ik ga vanmiddag lekker doorbrengen met mijn ouders. Maar dan moet er nu nog wel eventjes hard gewerkt worden. Zo, klaar met werken en op weg naar de stad. Want daar zijn papa en mama al. Mijn darmen gaan best wel weer goed. Ik merk alleen dat ik nog helemaal geen honger heb. Dat heb ik vaak als ik er last van heb. Dan zijn ze zo opgeblazen dat ik eigenlijk niet voel dat ik trek heb in eten. Maar het is inmiddels 2:30, bijna 2:15. Dus ik moet gewoon even lunchen zometeen. Dus ik ga denk ik in de stad gewoon even een broodje halen. En verder dus lekker gezellig tijd doorbrengen met papa en mama. Ik heb een broodje, een bruine met carpaccio. En daar is mama. Hoi mama. En papa. Hey. Waar gaan we heen, pap? Oestrogenen. Nou, oestrogenen dus, volgens mijn vader. Nou, ik zal zie jullie... net dat het oestrogenen is. Ik zal jullie even laten zien waar we heen gaan. Juist, ja. Oestrogenen dus. Ook goed. We zitten bij Doppio. We gaan even lekker een kopje koffie of thee drinken. En ik zal even laten zien wat ik geshopt heb. Eigenlijk allemaal dingetjes die ik gewoon nodig had. Ja, maar Loesje had ze nodig. Maar we hebben hier vitamine D3. Want als jullie mijn artikel van het supplement hebben gelezen, dan weet je dat ik dit eigenlijk weer wil gaan slikken. Verder mijn multivitamine, want die waren op een slotje voor het kluisje bij de Basic Fit. Mijn probiotica, want zoals je vanmorgen of gisterochtend hebt kunnen zien, gaat het niet zo goed met mijn darmpjes. Dus moet ik ze weer even gaan slikken. En dan schuimgel van Syos. Ik heb deze nog nooit gehad, maar hij lijkt me prima. En het was 2 voor de prijs van 1, dus ik heb er ook gelijk maar haarlak bij gekocht. En verder hebben we een kerstcadeautje voor mama. Maar vertel maar niet aan mama. Nee, want die mag het niet weten. Oké, we zijn even naar huis geweest en we hebben Sven opgehaald, want die Bofcon die mocht ook mee. En we gaan nu uit eten. En gaan jullie dan met de auto uit eten? Ja, wij gaan met de auto uit eten. Want mijn ouders die moeten straks weer in 1 keer terug, dus dan staat de auto daar vast. Ik film ook wel even het eten. En nu naar huis, lekker chillen. Het is 9:15, 9 uur of zo. Ik ga hierbij ook direct de vlog afsluiten, want wij gaan verder denk ik niet zo heel veel meer doen. Oh ja, we zijn de Lone Ranger aan het kijken op Netflix. En echt, die film duurt veel te lang, maar het is een van de weinige lange films die ik geweldig vind. Als je Johnny Depp, heet je Johnny Depp? Ja. Ja, hij heet Johnny Depp. Ik ben zo slecht in acteurs. Als je Johnny Depp leuk vindt, Pirates of the Caribbean, vind je dit ook zeker leuk. Dus absoluut even gaan kijken. Maar ik ga dus de vlog afsluiten. Ik zie jullie morgen weer voor mij en voor jullie overmorgen. Heel erg bedankt voor het kijken. Geef even een duimpje omhoog. En als je andere video's wil zien, de vorige edities van Vlogmas staan hier. En hier kun je je abonneren op mijn kanaal. Dankjewel en heel graag tot in de volgende video. Doei doei!